Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Op die dag gingen in het jaar 1908 vrouwen in New York in staking om te protesteren tegen hun arbeidsomstandigheden. Sindsdien wordt er jaarlijks op deze dag stilgestaan bij onder andere gelijke rechten voor vrouwen. Wat moet er gebeuren om de positie van vrouwen te verbeteren? Ik denk in ieder geval dat het belangrijk is dat vrouwen dezelfde rechten krijgen als mannen. Ja, dat daar gewoon eigenlijk geen verschil meer in is. Nou, ik denk dat er sowieso wel wat meer macht voor de vrouwen mag zijn. Ik denk dat dat al een goed begin is. Ik denk dat iedereen gewoon gelijk moet zijn en dat ze gewoon het werk allemaal hetzelfde moet kunnen doen. Ja. Zoals bijvoorbeeld hetzelfde bedrag qua verdienen en zo. Ja, vroeger zei ze, vrouw op één recht, de aanrechten. Maar nu? Nou ja, op ons leeftijd telt dat niet meer zo mee, hè. Ik vind gewoon dat hun ook een kans geeft met werk en zo. Ja? Net als precies hetzelfde als mannen. Dat we gewoon tegelijk... Gelijke kans geeft. Ik denk misschien een vrouw als president of zo, of een vrouw aan het hoofd. Ja. Want die begrijpen ons wel, denk ik dan. Dus dan is het er meer verdeling in de... Tweede Kamer en zo, meer vrouwen. Ja, zoiets, denk ik. Dat moet in de wet vastgelegd worden. Ja? En op wat voor manier? Europees. Mm-hmm. Een Tweede Kamer, Eerste Kamer, moet gewoon vastgelegd worden. Ja. Laten we beginnen met gewoon de overheid. Voor nu, hoe die er nu voor staat, dat wel even een stukje omhoog moet, zeg maar. Ja, ik weet niet, ik heb daar geen mening over. Nee? Ik heb er ook nooit echt eerlijk over nagedacht, eerlijk gezegd. En denk je dan dat zo'n Internationale Vrouwendag daarbij kan helpen? Dat je er misschien over na gaat denken? Misschien wel. Misschien maakt het mensen wel bewuster. Ja? Ja. Ik denk dat het in ieder geval wel wat meer onder de aandacht gebracht mag worden. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. Het geeft er in ieder geval aandacht aan dat het belangrijk is. Ja. Ja. En in welke vorm vind jij het belangrijk? In alle vormen. Vrouwen zijn gelijk aan mannen. Mm-hmm. Ik denk dat de wereld een stuk beter uit zou zien... Als er meer vrouwen aan de macht zouden komen. Ja, echt waar? Ja. Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik zeker, ja. Wanneer er zo'n dag is waarop er weer extra aandacht aan besteed wordt in de media, dan is dat altijd wel weer een bijdrage. Klein stapje in de goede richting. Precies. Ja, want dan kunnen juist vrouwen ook aangeven dat ze dat willen. Of juist laten zien van wij zijn er ook en wij mogen ook gezien worden en iets zeggen. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat de vrouwen wel tegenwoordig ook wel een beetje meer voor de eigen op kunnen komen, hè? Ja. U kan het zeker ook, zo ziet u er wel uit. Ja? Ja? Ja, nou ja. Dat gaat goed, ja. 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 In ieder geval aandacht voor het onderwerp oproepen met zo'n dag, dat is sowieso erg belangrijk. En dan creëer je in ieder geval even dat mensen er ook stil bij staan. Dat het wel gewoon een ding is wat waarover nagedacht moet worden. Ja. Ik denk het wel, ja. Ik wist even niet dat het morgen al was, maar... Ik denk er sowieso wel aan, ja. Ik zie het sowieso wel voorbij komen dan en dan... Ja, kun je altijd nog iets mee doen, misschien.